Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben inmiddels aangekomen in op een bureau waar ik eigenlijk nog nooit eerder ben geweest. Maar wel naast een oude bekende. Misschien voor de hele scherpe kijkers kunnen het nog wel herinneren. Maar ja, voor de mensen die het nog niet kennen, wil je eens voorstellen? Waar zijn we en wat gaan we doen vandaag? Nou, welkom. Ik ben Robin. Ik werk hier nu een 5 maanden op basisteam Veluwevlei Zuid. Dus Wageningen, Renkum, Oosterbeek en nog wat andere plaatsen in de eenheid Oost-Nederland. Inderdaad, voor scherpe kijkers, we hebben een keer eerder een video opgenomen, was op Lekpoort, in het Midden-Nederland. Dat is alweer, denk ik, alweer bijna 3 jaar geleden. Ja, want daar kennen Robin en ik elkaar nog van, tijdje ook samengewerkt. Maar inmiddels allebei ergens anders terechtgekomen. En je hebt ook nog wel eens wat opnames van RTV Utrecht gedaan, hoorde ik ook al. Ook nog wel, laatst, ja. Dus misschien dat sommige mensen daar ook nog wel gezien hebben. Ja, 1 video is vooral wel viral gegaan, zeg maar. Over... Was dat met dat kind dat gepest werd? Dat jochie, of dat jongetje, ja. Dat jongetje dat gepest werd. Nou, ik zal het link in ieder geval even onder de video zetten of misschien een stukje erin knippen. Maar voor nu, voor vandaag, deze dag, wat gaan we doen precies? En wat is onze rol? Of wat is jouw rol eigenlijk? Ja, nou, we zijn in de late dienst. Mm-hmm. Dus dat is vrijdag late dienst, dus laten we hopen dat we wat leuks hebben. Ik ben Opco. Dat houdt in, operationeel coördinator van de dienst. Nou, we gaan jullie meenemen in de dienst en ik zal ondertussen nog even wat vragen stellen over het opkoopwerk en andere dingen. Maar ik denk eerst even de auto klaarmaken en gaan. Controleren. We hebben de briefing gehad, dus we kunnen. Helemaal voorbereid. Gelijk een spoedmelding. Er is een aanrijding met letsel. En in ieder geval de eerste eenheid wordt daar aangestuurd. In dit geval rijden wij als tweede eenheid en als opco mee op deze melding. Wat een smalle weg is dan, joh. Ja. Hi, hi. Ja, daar heb ik staan. Dit dan. Ja, dit. Ja. Een beetje een scham zo. Een beetje schat inderdaad. Ja. Even meedoen met de ambulance. Ja, super, dan komt het helemaal goed. We gaan nog even terug en kijken of het nu schatwaard overging. En gewoon weer beschikbaar open. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel voor de 40 en 20. Hey, neem even mee naar het ziekenhuis Ede. Even nakijken, dus is het even weg geweest. We zijn er nog niet helemaal uit, zeg maar. Dan moeten we zo met de auto. Film kan. Oh, niet voor 1 gat te pannen. We zitten inmiddels weer in het voertuig. We hadden deze aanrijding met letsel. Het bleek een aanrijding te zijn tussen een fietser en een auto. De fietser heeft de auto geraakt en die is daar over de kop gegaan. De meneer had zichtbaar een hoofdwond. Het gaat voor controle even mee naar het ziekenhuis. Ja, en dit lijkt gewoon domme pech. Volgens mij qua snelheden lijkt het allemaal wel mee te vallen. En het is wel een voorrangsfout geweest uiteraard. Ja, het wordt in ieder geval een verzekeringskwestie. Dus wij maken een klein rapportage voorop. We hebben nog even de fiets richting de woning van meneer gebracht, zodat het ook weer geregeld is. En dan gaan we weer met het vervolg. Of mis ik nog wat in dit verhaal? Nee. Er is een foto van de dag gesteld. Ja, heeft u een melding op zich?
bij het station. Ja, en is er al een sedimentje bekend? Ja. Het is hier. Die vraag stel ik nu al bij Maartje. Ja, ter plaatse. Dus we gaan even kijken of we nog die grote vliegen. Ja, hartstikke mooi. Dank u wel. Even kijken, wegfietsen. Laat ik me wel even. Ja, daar kijk ik. Die is nog een Ethiopisch. Station staat dus. Dat is verder mee. In de Hens op rijstrook 1. Brandweer is ook aanrijden. U met toestemming daar laat zo. Ja, dat gaan we weg. Kom op, dankjewel. 4.10. Ja, ja. Ja, ik heb met vader net gesproken en ik heb het meisje net gezien. We pakken hem niet door de weg. Dit is geen herkenbaar voertuig. 42.02, ja. Dankjewel. Even heel even een bochtje. Personeel staat er nog tussen. Ja, ik weet niet of de Rijkswaard dat zelf ook heeft gedaan. Nou, 43.10 af. 43.10. Dat weer ondersteunen op de A50 rechts bij 185-1. Ja, het is vlak na het 4.185-1 weer. Jullie konden dat de beelden zien. Oh, hier voor me komt nu ook de bergen. En Robin stapt nog eventjes in. Wij gaan namelijk door naar een volgende melding. Deze melding was een autobrand midden op de snelweg. Brand is geblust uiteraard door de brandweer. En de berg gaat het voertuig nu meenemen. Er blijft nog even één eenheid, in dit geval van de landelijke eenheid, hier te plaatsen voor de afhandeling. Wij zijn nu naar een volgende melding gestuurd. Een aanrijding wederom op de snelweg. En nou, moeten jullie kant op. Het is positief toch? Ik stel het om een andere aanhanger erbij te laten komen, dat we hem even over kunnen laaien. Ja. Oh, dat is hier.
ik heb het niet gehoord. In de bus gestapt met aanhanger, die is de eerste kant op. Nou, gewicht is allemaal oké. We doen goed hand. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Oh, zo. Ja. Hier is 17 al. 48, 17. Maar misschien kun je toch even beoordelen daar nog. Ja, waarschijnlijk. Hey, dankjewel. Ja, succes. Ja, wel thuis straks. Hoop je laat af. Volgende keer. Hoe warm is het buiten? Nou, deze klopt niet, maar ik denk dat het rond de 30 graden is. En dat vest hebben we even daar een plaatje van 30 in combinatie met de chauffeur zelf in Rijkswaterstaat even geholpen. En ik zeg, we hebben even geholpen in Rijkswaterstaat, wacht nu even op de bergen. Maar het is enorm druk in de regio met verkeersongevalletjes en aanrijdingen op de snelwegen. Dus ik blijf nog even wachten, wij gaan ondertussen richting erop. We waren onderweg richting het bureau en hebben even wat te eten. Toen kwamen we onderweg deze mevrouw tegen die een beetje in paniek was omdat ze met de auto eigenlijk midden op de N225 stond, geloof ik. Ja. De hele auto gaf allemaal alarmlichten en waarschuwing aan en durfde niet meer te rijden. Dus nou stond ze semi op de baan, naast de baan en de helft nog op de rijbaan. Dus voor de veiligheid hebben we eventjes deels van het verkeer geregeld. Rijkswaterstaat was al onderweg en die hebben iets meer middelen om het voertuig nu ook even weg te slepen. Dus ze staat nu even op een veilige locatie. Wacht op de hulpdienst. Gaan wij nu eindelijk terug naar het bureau. Om even beetje verkoeling zoeken, hè? Verkoeling, hoor. Ja, we moeten even wat meer water meenemen. Zonder meteen. Weer in de zon op het wegdek. Het is, het hoort mij. Ja. De Wageningen is gewoon de verkeersdienst. Ja, blijkbaar. Nou, ik heb nog nooit zoveel te weg gestaan als nu, hè? Dus, misschien is dat toch een beetje het LED-dingetje. Zoals je het beeld kunt zien, zitten we inmiddels weer in het voertuig en zijn we in de wijk. Maar 46.2 jongens. Nee, komt geen wel meer. Ondertussen is het weer de rust weer een beetje wedergekeerd. Maar waar we het eigenlijk niet over gehad hebben is jouw baasteam. Hè? Welke gemeentes of provincies bestaat het allemaal uit? Baas in Veluwe Zuid. Mm-hmm. Dus dat zit in Eenheid Oost-Nederland, Gelderland. En dan is vooral ons baasteam is dan voor gemeente Wageningen, gemeente Renkum. Nou, de gemeente Wageningen is eigenlijk alleen de plaats Wageningen dan Wageningen Hoog. Yeah. En de gemeente Renkum, dat vallen dus de dorpen Renkum, Doorwerth, Hilsum, Oosterbeek. En ik denk dat Renkum en Oosterbeek daarvan het bekend zijn. En Oosterbeek grenst echt helemaal aan Arnhem. Zeg je wel? Ja, ik dacht dat ik wat zag. Aan Arnhem, ja, oké. Okay. En, nou, ik denk voor de mensen die uit de omgeving komen, zullen heel veel plaatsen herkennen. Voor de mensen die het niet doen, ik zal even een kaartje erin doen. Hallo meneer! Niet verzekerd en niet gekeurd. Hallo sir, can you put up the engine for me for safety? Hi,
Do you have your driving license with you? And the papers of the car and the insurance papers? Thank you. You have no insurance? It's not possible. It's everything okay with. Oh, ik heb een vraag over iets over een buitenlands kenteken. Ik heb een Engels voertuig. Ik, ja, dan krijg ik allemaal papieren in mijn handen, maar hoe werkt dat ook alweer? Ja. Die twee bovenste velden waren rood, zeg maar. Ja, dat is niet goed. Nee, ja. You have nothing on you? No, no. Okay. Check, gewoon, check. Gewoon, kaart. Ja, je hebt controle voertuig, Engels voertuig. Deze auto bleek dus niet, geen geldige tenaanstelling meer te hebben sinds 2018. Dat is best wel een tijd. De bestuurders uit Litouwen hadden wel ook een bijzonder verhaal. Dat allemaal wel zou kloppen. Dat bleek niet zo te zijn. Dus voertuig in beslag genomen. Kentekenplaat ook. En dan zijn ze die kwijt. Ja, daar even een kleine aanvulling daarop. De bestuurders of de eigenaar, degene die het voertuig in bezit hebben vanaf nu nog 14 dagen de tijd om het in orde te maken. En het belang hiervan is in ieder geval dat zo'n voertuig natuurlijk zonder tenaamgestelde, dus ongeregistreerd, rondrijdt door Nederland, Europa zelfs. En dat eigenlijk niemand weet wie dan de eigenaar of erin rijdt, zeg maar. Dus vandaar is het belangrijk dat dit soort voertuigen van de weg worden gehaald. Maar ik verwacht niet dat deze heren binnen 14 dagen het voertuig registreren of ophalen. Nee, dat denk ik ook niet. En daarbij komt ook nog eens dat veel criminele activiteiten die worden gepleegd met dit soort voertuigen. Hè? Want mensen willen onder de radar blijven. Nou, wat is een middel? Met een auto te rijden waarvan de kentekenplaten uit het buitenland komen, die lastig bevragen zijn en dus helemaal niet achter de eigenaar kunnen komen. Dat is mede een reden waarom we daar zo scherp op zijn. Ja, dat is een fiets stelen? Nee, hij is lek of de ketting is eraf? Wat is dat? Oh, hoe is dit mooi van? Nou, lukt dat? Oeh, is met de gesloten kas. Succes ermee. Ja, dank je. Ja, ik wil ons graag aanmelden voor de nacht. Ja, dat goed. Dat is heel toevallig of zou ik wel. Zullen jullie beloven dat straks netjes op te ruimen? Ja, dan, ja, dat is zo. Alleen als je opruimt, hè? Ja. 47 euro. Dat heb je nog gekocht, chocolaatjes. Ja, joh. Alleen die nog, alleen die. Hey, fijne avond, hier, jongens. We zijn inmiddels eventjes aan het bureau aangekomen. We gaan even binnen de administratie doen. We hebben die kentekenplaat in beslag nemen en dat voertuig. En ik ben even wachten tot Robin de deur open doet van de passagier. Dus we gaan even wat administratie doen. Administratie erop, alles in beslag genomen, procesverbaal opgemaakt en we gaan even 14 dagen afwachten of deze meneren en heren reageren en anders wordt het verbaal doorgestuurd. En zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. We zijn wel redelijk druk geweest, wel met veel verkeerszaken. We wilden ook wat meer van de wijk laten zien. Die hopen dat er wat shotjes tussen zitten waarin je toch het baasteam ziet, zeg maar. Maar toch veel verkeer, maar goed, dat hoort erbij. Ze zijn lekker bezig geweest en ik hoop dat ze het leuk vonden. En welke datum hebben we nu al vaststaan? 5 mei volgend jaar, 5 mei 2024, is altijd een mooi vrijdagsfestival in Wageningen in de hele stad. Dus als je nog geen plannen hebt, volgend jaar naar 5 mei komen en Willem is als goed is erbij. Wat zeggen we aan het eind van de video altijd? Nou, bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog, reageren, abonneren en dan zien we weer bij een volgende video. Later!